Is a radio star Den Haag. They spin the RSDH. They spin. During the span of man's evolution, time has been measured by the journey of our planet through the darkness of space. Journey to the center of time. Sort of world radio exclusive. Ook dat nog. Ja. Andreas Moore, also called Cyberspace. Ik vind het wel een beetje jammer dat Marco al in huis is dan. Ja, we hadden hem gehoord. En wat vond hij er dan? Ja, hij vond het wel.
Hij vond het ook gaaf. Ik vind hem echt fantastisch. Ja, want ik vind Journey to the Center of Time is called. And somebody says, sounds like Laserdance a little bit. Ik vind het, this is why I love this song so much. Because it's composed of all the old tunes, all the old sounds. But combined into a really new, fresh song. Ja. A fresh track, so... I love it. Andreas, thanks Andreas, so much. You did a great job. It's called Cyberspace Journey to the Center of Time. Maar ik begrijp een beetje wel waarom Marco het wat minder vindt, misschien. Hij vindt het minder vernieuwend. Nee, hij vindt dat juist, inderdaad. Er zijn altijd mensen die vragen, als je met iets bezig bent... Dat kan Space in zijn, maar dat kan ook andere soorten muziek zijn. Dan vragen ze altijd, wil jij mij die preset sturen van dat en met dat en met dat? Hetzelfde eigenlijk met zo'n Orban Optimal die we hier bij dit radiostation hebben hier aan de onderkant. Dan ga je ook vragen, joh, kan je niet de preset aan me doorgeven... zoals Radio Team, Q Music en noem het maar op. Ja, dat kan je wel doen, maar dan ga je geen eigen geluid creëren. Nee, dan ga je klonen. Kijk, nee, maar ik vind Cyber... Space Synth heeft altijd wel iets zwaar herkenbaars... maar sorry, dat heeft Italië wel. Ja, nee, maar dus, laten we even vanuit zeg maar commercieel punt gezien... ik weet van Michiel... dat hij op bestelling, bij wijze van spreken, een cd gaat maken. Dus hij moest vorige keer de cd van Laserdance maken. Die is op bestelling gemaakt. ZTX wilde er wat mee. Maar het moest wel een Laserdance zijn. En ga dan niet ineens helemaal zitten experimenteren. Want dan is het geen Laserdance meer, zoals we dat vroeger bedacht hadden. En zoals zij hoopte dat te verkopen. Weet je, Mark Lopenstein, dan gooi je hem in de groep... en dan zeg ik, dit is wat ik kan. Ja, en dan is het nieuw. Maar Michiel van der Kuik moet zijn eigen dingen natuurlijk blijven doen... die al gedaan heeft. Maar als je zelf ergens mee begint of iets doet... dan denk ik dat je dat zelf voor je... Dan moet je dat eigen maken. Ja, nou ja. Whatever. Weet je wel, die mensen zijn allemaal van de straat. Dat vind ik ook wel. Ik respecteer het ook wel. En ik wat gaaf is, het komt uit op Zoox. Ja, dit is coming out on Zoox Records. Ja, en daarmee is gelijk verklaard waarom het gewoon herkenbaar moet klinken. Want dit is wat heel veel mensen gelijk trekken. Nou, even kijken. Andreas Moore heeft gereageerd bij deze. Vielen dank, zegt hij. Grüße aan das ganze team. Dat was super tof, super geil. Dank je, Andreas. Andreas. En gratuleren. Andreas. Ja. Mooi, nu weer naar iets normaals. Ja, ik heb het te lang niet gehoord. Je weet dat als ik hem start, dan weet je... oh, dat is een favorietje van hem. We gaan naar de Goon Squad en 8 Arms to Hold You.